Dementie is een groeiend probleem in Nederland. Om zorgmedewerkers te laten ervaren hoe het is om dementie te hebben, haalde Opella Into Dementia naar Bennekom. Dat is een huiskamer waar deelnemers gedesoriënteerd worden. Daardoor ontstaat hetzelfde gevoel dat mensen met beginnende dementie hebben. Zo moeten de zorgverleners de dementiepatiënten beter gaan begrijpen. Ik vond het een hele bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Weet je, je werkt al heel lang met mensen met een vorm van dementie. En hebt ook wel heel veel geleerd, ook al leer ik nog elke dag en denk een beetje te weten hoe het zit. En ik werd me nu pas heel erg bewust hoe dat misschien wel echt kan werken. En dan bedoel ik vooral, ik maakte net mee dat ik schrik me echt helemaal suf, omdat ik de knoppen van de radio niet vinden kan. En sta daar nog echt van, hoe krijg ik dat uit? En dan komt de dochter binnen. Wat was jij nou aan het doen? En dan denk ik, oh help, ik heb iets fout gedaan en ik weet niet eens wat. En ik wil dat ding ook uit. Weet je, dat soort dingen. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder dat je je daar ineens bewust van wordt van ja, hoe dat onderling kan werken. Zorgprofessionals komen er bijvoorbeeld uit en zeggen, nou, ik moet nog eens even naar mijn eigen handelen kijken wanneer ik in de woning ben met mensen met dementie. En we hadden een mantelzorger die echt heel intens eruit kwam van, ik heb me zo eenzaam gevoeld en ik heb nu gevoeld wat mijn moeder jaren heeft gevoeld. Wij vonden dat wij iets moesten ontwikkelen waarin de ervaring van dementie, dat je dus echt het gevoel krijgt van wat maak ik mee als ik leid aan dementie, echt in een ervaringsomgeving tot stand gebracht zou kunnen worden. Into Dementia rijdt het hele land door om bij zorginstellingen training te geven. Door het groeiende aantal dementerenden is er ook veel vraag naar de training. Into Dementia staat tot en met 3 juni in Bennekom. Geri Brugging, zelf al jaren werkzaam in de zorg voor dementerenden, kon na al die jaren toch wat leren van de training. Dat is vooral dat ik me nog meer bewust geworden ben, ook nu in de cabine. Dat ook al probeer je korte zinnen te gebruiken, dat ze eigenlijk vaak altijd te lang zijn. En halverwege bij het spoor gewoon bijster. Wij merken dat wij een gestage groei en aanvraag krijgen om op locatie te komen trainen. Dat doet ons deugd. En wij merken dat we daar een positieve respons op krijgen. In Nederland hebben 300.000 mensen een vorm van dementie. Dit aantal zal in 2040 waarschijnlijk verdubbelen naar 600.000. Daardoor komen er steeds meer hulpverleners die baat hebben bij de training. En daarnaast vinden wij het als Opella heel belangrijk dat ook de mantelzorgers aan bod komen. Omdat de hele tendens op het moment is dat mensen met dementie steeds langer thuis blijven. En de zorg komt dan helemaal op de mantelzorger neer. Dus dat willen wij ook zeker ondersteunen. Het is mijn werk, maar ik kan me dus voorstellen dat het voor partners, voor mantelzorgers, dat je gewoon vanuit rust denkt, ik vertel iets, maar dat niet altijd betekent dat het rust is. Want in het hoofd van de persoon met dementie kan dus best wat anders aan de hand zijn. En dat misschien wel wij nog meer moeten proberen om mensen daarvan bewust te maken en hen daarin te helpen en te ondersteunen.